Komt u maar liggen. Hij braakt de bloem, dokter. Zo, gaat even zitten. Andere klachten? Moe. Misselijk. Duizelig. Ik viel bijna flauw. Laat u maar rustig liggen. Hij transpireert zo. Wanneer is dat braken begonnen? Gisteren. De huisarts stuurde ons hier naartoe. Oh. Infuus inbrengen, bloed afnemen voor het lab en kruisbloed voor de transfusie. 4 packet cells bestellen bij de bloedbank. Elk kwartier pols en bloeddruk controleren. Wat heeft zij, dokter? Dat gaan we onderzoeken. We zullen eerst een gastroscopie doen, dan zien we meer. Wie heeft er overmorgen 's avonds vrij? Oh, Dick. Wil je me ergens voor uitnodigen? Mag ik even de hangklappen boren? Jullie ook, hoor. Oh, ben je jarig of zo? Nee, Reinie. Oh ja, dat is waar. Ja, luister, ik wil een feestje organiseren. Ja? Zullen we er toch iets aan doen? Nee, het moet een verrassing zijn. Oh, ben je Reinie thuis? Ja, ja, niks bijzonders, gewoon een glaasje wijn. Gezellig, oh, ja. Komen jullie? Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut, zeg. Nou, ik weet niet of Reinie het wel zo leuk vindt als ik kom, hè? Waarom niet? Nou ja, zulke dikke vriendinnen zijn we nou ook niet. Nou, wat een onzin, kom. Is toch een mooie gelegenheid om er wat aan te doen? Ja, precies. Ja? Nou, goed, dan kom ik. Okay. Zeg, mijn mondje dicht, hè? Ja, ja, natuurlijk. Mevrouw Kalkhoff? Ja? Erik Koning, kom even kennismaken. Oh. Ik hoop dat u wonderdokter bent. Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar de wonderdoktoren hopelijk wel. Met een zaken. Ik ben echt onmisbaar op mijn werk. Wat doet u als ik vraag mag? Ik heb een reclamebureau en we komen op in het werk. Dus ik moet hier zo gauw mogelijk uit. Nou, het ligt in de aard van mijn werk u daarbij te helpen. Maar hoe lang gaat dit duren? Nou, we houden u in elk geval 48 uur hier de observatie. Het is voor het eerst, hè, dat u die hartklachten heeft. Ja. Ja. U heeft er veel horen voor genomen. Ja, aard van beestje. Ja, en u rookt, hè? Ja. En ik hou ook van een goed glas wijn. Maar, nou fijn, dat is goed voor het cholesterolgehalte. Zullen we maar aannemen? Hm? Nou, dat hangt een beetje af van de hoeveelheid. Wat gaat er nou met me gebeuren, dokter? Dat beslist de cardioloog, dokter Berghoff. Maar ik moet u wel waarschuwen dat u deze klachten niet moet onderschatten. Meneer Tolhuis, heeft u al eens eerder een maagbloeding gehad? Nee. De internist komt zo even met u praten. Hm? Heeft u op dit moment ergens last van? Ik kan net zo lang dat je niet uit mijn neus. Dat is voor de voeding en om het maagzuur te neutraliseren. Bent u trouwens de vader van Guus? Ja. Werkt hij nog steeds hier? Zoekt hij dan ander werk? Ik hoop het. Heeft u die anders prima naar zijn zin, hoor. U kunt door hem verzorgd worden als u wil. Liever niet. Het was maar een aanbod. Liever niet, zei ik toch. Uitslag van meneer Zwartjes. Alsjeblieft. Oh, het was dus geen stafylokok uit de decubitus. Wat dan? Pseudomonas. Juist, dan zat jij er dus falikant naast. Hoe kan ik nou de uitslag van een bloedkweek voorspellen? Voor de zekerheid had je een combinatie van penicilline en gentamicine kunnen geven. Nou, dat kan toch nog steeds? Ja, dat zou ik ook zeker doen. En wat betekent dit? Niet veel goeds. Hij moet direct over op andere antibiotica. Ja, zo'n pseudonomas kan inderdaad erg gemeen zijn. Ja, je moet hem goed in de gaten houden, Ingrid. Dat zal ik doen. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Wij hebben hier als beleid dat we voorzichtig zijn met antibiotica. Is het hier ook beleid om de verkeerde antibiotica voor te schrijven? Wat is dat, het Mallory-Weiss-syndroom, dokter? Scheurtjes in het maagslijmvlies, mogelijk gevolg van een maagvliesontsteking. Kom ik even af, hè? Met medicijnen, vloeibaar voedsel. En een strenge controle hopen we dat u over een week aardig opgeknapt bent. Neem me niet kwalijk, ik moet weg. Sterkte, meneer Tolhuis. Hoe kom ik aan zoiets, dokter? Door een virus, of door overmatig alcoholgebruik. Of door pijnstillers. Dat kan het bij mij niet zijn. Bent u erg gespannen? Dat heeft toch iedereen wel eens? U dus ook? Nachtmerries heb ik afschuwelijk. Hoe lang al? Sinds mijn pensioen. Ik wilde met mijn vrouw terug naar Indonesië. Toen kwamen die nachtmerries.
Waar gaan die nachtmerries over? Dat gaat niemand iets aan. U durft het niet te vertellen? Gewoon over vroeger. De kampong, plantage, Surabaya. Surabaya? Ja, ja, daar heb ik gewerkt als metaalarbeider. Surabaya. Meneer Alberts, onze directeur komt daar vandaan. Zou u niet met hem eens willen praten? Nee. Ik wil er niets meer van weten. Dat heeft u wel meer, hè? Wat bedoelt u? Ik hoorde dat u uw zoon Guus ook niet meer wilt zien. Dat gaat niemand iets aan. Meneer Tolhuis, ik heb de indruk dat u het een en ander dwars zit. Die spanningen kunnen de oorzaak zijn van uw maagbloeding. Ik raad u aan om toch nog eens met uw zoon te praten en niet alles op te kroppen. Dat zijn mijn zaken, dokter. Zij hebben zo al. Nerings? Ja, daar komt hij. Voor jou. Kleven. Oh, advocaat. Jim en Erik, vertel. Ja? Zo. Dat meen je niet. Doe maar. Nou ja, is hij nou helemaal gek geworden? Ook nog. Ja, oké, bedankt voor bellen. Nou, dat is toch niet te geloven, hè? De rechter heeft uitspraak gedaan over mijn scheiding. Alles wat Linda wilde is haar toegewezen. En daar ben jij het niet mee eens. Nou, daar wordt er niet naar gevraagd. Blijft Linda met de kinderen in het huis wonen? Ja, daar kan ik ook naar fluiten. Het huis stond op haar naam. Ah, ik hou geen cent meer over om van te leven. Nou, dan wordt het niet meer buiten de deur eten. Ja, ik kan nog geen ei bakken, man. Dat wordt een hoog tijd. Of je moet zo snel mogelijk een andere vrouw trouwen, natuurlijk. Maar dan wel eentje met geld. Geld maakt niet gelukkig. Maar wel rijk. Eens even kijken. Zo, meneer Zwartjes. Hoe gaat het? Meneer Zwartjes, hoe gaat het? Oh, ja. Nou, ik ben maar eens op mijn rug gaan liggen. En ik moet je zeggen, stom dat ik daar niet eerder heb gedacht. We hebben de uitslag van de bloedkweek. Mooi. Doen we wat leuks mee. We hebben ontdekt dat de koorts veroorzaakt wordt door een andere bacterie. Is dat alles? Nou, daar moeten we mee oppassen, meneer Zwartjes. We gaan over op andere antibiotica. Waarvoor moeten we oppassen? Er bestaat kans op een shock. Een shock? Dacht ik daar iets van goed? U zult het merken aan een verhoogde activiteit. Oh, dat ik ineens ga lopen of zoiets. Nee, u kunt braakneigingen krijgen en meer gaan transpireren. Als u dat voelt, wilt u ons dan meteen waarschuwen? Als jij dan maar komt. Zo. Heb je nog iets gehoord van die raceneef van me? Nee. Mooi zo. Die beseft waarschijnlijk dat er niks te halen valt. Heb je nog tijd om iets voor te lezen? Ja, ik kan wel even. Bij jou kan ik nooit het idee dat ik lastig ben. Oh nee? Nou, je bent het wel hoor. Ja, jij vindt het niet erg. Iemand die 40 jaar op bed ligt, mag voor mij best lastig zijn. Moet je luisteren, Ingrid. Jij weet nou zo het een en ander van me af, hè? Ja. Jij weet dat mijn leven totaal geen zin heeft gehad. En dat ik maar toevallig barst van het geld. Ja. Nou, ik kan nog enige zin aan mijn leven geven door dat geld te bestemmen voor een goed doel. Ja, vind ik een heel goed idee. Ja. Zou jij me dan willen helpen met de keuze daarvan? Ja, natuurlijk. Daar wil ik best over nadenken. Graag. Goed, waar waren we gebleven? Ah. André, zei hij. En inderdaad stond André voor hem. Ja, niet ja, als jonge echter, ja, maar als volwassen man. Openhof kwam tot zichzelf en zie, hij was in levende lijven dat hij daar stoot zag staan. En niet als droombeeld. Als het nou maar helpt wat ze hier allemaal met je doen, hè? Ach, natuurlijk. Ik bedoel, als ze je straks thuis ook maar beter voelt. Ik voel me thuis prima. Nou, ik vind je anders behoorlijk sikkeneurig sinds je de winkel niet meer hebt. Nou, dat valt wel mee. Nee, Amrie, dat valt helemaal niet mee. Zeker voor mij niet. Heb je Guus al gezien? Je weet heel goed waarom ik hem liever niet wil zien. Nog steeds kwaad omdat hij de winkel niet wil hebben. Nee, omdat hij hier in het ziekenhuis waswijf en werk bent gaan doen. Hallo, pa. Hoe is het? Lekker. Vooral met zo'n slangetje in mijn neus. Dag, ma. Schat. Zeg, pa.
Ik hoorde dat je liever niet door mij verzorgd wilde worden. Ja. Maar ik mag je toch zeker wel even beterschap wensen. Kom, laat me kussen. Hé, hey, Hans, brandstofje! Kun je geen andere baan vinden? Ik wil hem geen andere werk. Dit is toch waspijver werk, man? Dit is een achterlijk, pa. En behalve van die maagbloeding moet je van nog veel meer genezen, pa. Waarom doe je nou toch altijd zo rot tegen hem? Ik probeer nog steeds een fan van hem te maken. Sipung Anak toe. Hé, hey, meneer Van den Berg. Hoe gaat het met u? Nou, altijd hetzelfde liedje. Als ik hier ben, dan voel ik me kip lekker. Maar zodra ik een paar dagen thuis ben, dan ga ik me ellendig voelen. Woont u alleen? Ja. Iemand houdt het met me uit. Ik praat te veel. Ik laat de anderen niet aan het woord komen. Een echte zuur, zeggen ze. Nee, valt best mee, hoor. Nou, kom maar eens een weekje bij me logeren. Dan loop je na een dag gillend het huis uit. Ik heb het nog wel eens geprobeerd met een kanariepiet. Maar binnen een maand was hij dood. Ja. Waarom zit u hier eigenlijk op de gang? Heb je niet gezien wat er binnen ligt? Eén stuk chagrijn. Dat is het. Dat houdt geen normaal mens uit. En dat moet ik net treffen. En hier op de gang, dan zie je nog wel eens iemand voorbij lopen. Jou bijvoorbeeld. Ik loop nog wel 20 keer langs. 20 keer? Bof ik even, hè? Stoor ik? Nee, nee, helemaal niet. Ik vroeg me net af of ik nog langer bij Medisch Centrum West moet blijven. Ach, wil je alweer weg? Weet je, Reni, ik mis die plek die wij in Portugal hadden. En de golfbaan natuurlijk. Oh, ja, ook. Ja, golven kun je hier ook. Oh, ik ben hier niet meer zo nodig. Die Daniel van Meer was een prima kracht. Maar ik wil graag dat je blijft. Nou, Paul, je hoort het. Ik kom er dus niet onderuit, hè? Dick, wat zal ik nou doen? Zal ik voor overmorgen toch wat mensen vragen? Nee. Nee, nou, dat wilde je toch niet? Ja, ik dacht misschien toch wel gezellig. Ik vind het met z'n tweeën veel gezelliger. Romanticus. luister eens. Ik heb mijn ouwe ingeruild. Hoe vind je? Mooi. Zeg, waar doe je dat van? Sparen. Ja, wel. Je kunt jezelf nog wat dure speelgoedjes. En dat doe je allemaal van het specialist inkomen. Ja. Hé, hey, joh, dat moet je heel anders aanpakken. Oh, je maakt me nieuwsgierig. Ja, dat ben je van nature. Nou, vertel eens. Ach, ik speculeer wat op de beurs. Oh ja? Levert dat zoveel op dan? Nou ja, als je het goed doet. Oh, dat mag je me eens uitleggen. Nodig me eens uit voor een boom. Sorry, ik moet nog werken. Oh, maar je mag het ja, ook een andere keer. Opwindend. Ja. Kus. Zeg, is jouw vader altijd zo stuk? Ja. Wat heeft hij gedaan? Bij het KNIL gezeten. Waar staan die letters eigenlijk ook alweer voor? Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En daarin vochten Indonesiërs voor de Nederlanders. In hun eigen volk? Ja. Na de Indonesische onafhankelijkheid kwamen ook veel KNIL-soldaten terug naar Nederland. Caffeine vrijnemen, dat is ook net zo lekker. Maar jouw vader kwam toen toch ook terug naar Nederland? Ja. Vertel eens wat over hem. Ik weet eigenlijk heel weinig van hem. Is dat zo? Ik heb eigenlijk nooit veel contact met hem gehad. Oh? Komt dat? Als jij zo opgevoed was als ik, dan zou je ook geen contact met hem hebben gehad, hoor. Hallo. Hey, Sanne. Zo. Is die van jou? Ja. Nou ja, eigenlijk van de bank. En race hierin? Ik moet er zelfs Nederlands kampioen mee worden. Moet al. Anders krijg ik geen sponsor. Zelf is het niet op te brengen, zo'n auto. Nee. Kom hier voor je oom. Hoe is het met hem? Er is een complicatie bijgekomen. Ze hebben een verkeerde diagnose gesteld. Gevaarlijk? Ik wil nog een keertje met je praten. Als je mij maar niet als tussenpersoon gebruikt. Hoezo? Het is een moeilijke patiënt om te verplegen. Ja, hij vertrouwt me nu. Ja, dat begrijp ik. Ik vind trouwens wel prima wat je allemaal voor hem doet. Het is mijn werk, hoor. Wil je een keertje in een echte auto rijden? Ja, dat zou ik best leuk vinden. Kan je morgen? Ik geloof het wel. Gewoon leuk. Je kan geen kant meer op. Er blijft er minder dan het minimumloon van me over. Kun je niet bij je vader aankloppen? Nee, die tijd hebben we gehad. Nou, dat wordt dan een krantenwijk. Kijk eens, mooi hè? Professioneel meegebonden. Ja. Zeg Simon, dat speculeren, hè?
Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Oh, dat is heel eenvoudig. Je koopt aandelen en die verkoop je weer met winst. Ja, hè. Nee, meer is het niet. Maar je moet wel weten wat je koopt. Hoe kom je erachter? Nou, iedere dag de beursberichten uitpluizen. Dat kan dus iedereen? In wezen wel, ja. Alleen, je moet wel een goede neus hebben om op het juiste moment toe te slaan. Vier. En kapitaal natuurlijk. Ja, dat heb ik niet. Nou, dan hoef je er niet eens aan te denken. Zeg, Simon, zie jij die Lisa nog wel eens? Nauwelijks, ja, op het werk, maar privé niet meer. Nee. Scheiden zonder financiële verplichtingen, hè? Dat is toch wel perfect geregeld. Ja, dat is één kant van de zaak. Maar het blijft pijn doen of je nou officieel getrouwd bent of niet. Ja, maar ik ben nog eens een keer mijn huis kwijt en ik moet iedere maand veel alimentatie betalen. En jij kunt allerlei dure dingen kopen. Ik had liever een vriendin. Nou, doe er wat aan, zou ik zeggen. Keus genoeg. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het zou kunnen dat hij in het knielonderdeel zat. Vlak bij onze plantage. Hoezo? Amri Tolhuis vertelde me dat hij in Surabaya heeft gewerkt. En die naam die kende ik uit jouw verhalen. Ach ja. Surabaya. Onze oude baboe. De plantages. Sawa's bij zonsondergang. Ja, pracht uit. Wat ik me afvraag. Waarom zegt Amri dat hij in Surabaya metaalarbeider was, terwijl ik van zijn zoon Guus hoorde dat hij in werkelijkheid bij het KNIL zat? Kan toch alle twee? Maurice, zou jij niet eens met hem willen gaan praten? Waarom? Ik heb het idee dat hij problemen heeft met die Indische tijd. En daarom moet ik met hem gaan praten? Jij bent er geboren. Ja. Misschien kun jij iets voor hem doen? Nee, Paul, ik heb er geen tijd voor. En het is mijn werk niet. Ach, kom nou. Nee. Moet je ook eerlijk zeggen dat ik er weinig voor voel. Waarom? Het was toch zo'n prachtige tijd? Nou goed. Omdat jij het vraagt. Misschien heb je er zelf ook nog wat aan. Ja, ja. Ben je achteraf niet blij dat het niet is doorgegaan? Iedereen zegt dat ik er blij om moet zijn, ja. En jijzelf? Ik wilde Johan in huis nemen. Om hemzelf of omdat hij aids had? Beide, denk ik. Je gaat je verkleden, ik zal je maar alleen laten. Oh, ben je gek? Wat geef ik nou van? Dan praten we nog even verder. Ik had namelijk begrepen dat er een relatie tussen jullie was ontstaan. Bedoel je man-vrouw? Ja. Daniel, als je je uiterste best doet om iemand van suïcide af te houden, tuurlijk ontstaat er dan een band. Maar ja, dat hoeft toch niet per definitie lichamelijk te zijn? Ik kan me van hem wel voorstellen dat hij daar problemen mee had. Hoezo? Je bent een hartstikke mooie meid. Oh, dankjewel. Wat doe jij hier? Ik ben de verkeerde deur binnengelopen. Loop er dan nu maar weer uit. Lijkt me niet verstandig heren in de kleedkamer uit te nodigen. Hoezo? Daniel is toch gewoon een collega? Ik vind het idioot dat je staat te verkleden bij Daniel bij eens. Ben je jaloers of zo? Als ik iemand wil versieren, dan doe ik dat heel wat subtieler. Nou ja. Ja, maar Linda, dat huis is net zo goed van mij. Alleen het staat toevallig op jouw naam. Nee, de hypotheekbank wil niets liever. Nou, had wel gedacht aan zo'n 30 mil. Nee, nee, de kosten zijn natuurlijk voor mij. Voor jou maakt het niets uit. Ja, graag. Maar beslis alsjeblieft snel, hè? Ja. Oh, Linda, zie ik de kinderen nog dit weekend? Oh, nou, dan bellen we dan nog wel over. Moeilijkheden, Erik? Hé, hey, Ingrid, wat zou jij doen, hè? Linda heeft het huis toebedeeld gekregen. Ik betaal me blauw aan de alimentatie. Dan heb ik haar gevraagd een tweede hypotheek op het huis te nemen en mij dat geld te lenen. Hoe lang? Een jaar. Tja, ik weet het niet. Het hangt er vanaf wat je ermee wilt doen. Tja, dat is een geheimpje. Nou, voor mij zou het niet krijgen. Van de plantage Gunung Salak, toen moest je dat. Bij Sidoarjo, Surabaya. Precies, ja, daar zaten wij met onze eenheid. Ja, het was een prachtige plantage. En ja, wat wilt u? De grootste in de omgeving. Ja. Ik heb daar een mooie jeugd gehad. Natuurlijk, u bent in Holland goed terechtgekomen als zoon van een plantage-eigenaar. U niet dan? Zolang ik mijn ijzerwinkel had, ging het goed. Maar sinds mijn pensioen
spookt het verleden. Waarom? U heeft toen toch gewoon maar uw plicht gedaan? Voor de Blandes, ja. U ziet het nogal zwaar, geloof ik, hè? Ik vocht tegen mijn eigen volk toen. Meneer Tolhuis, we hebben toen allemaal dingen gedaan die we nu niet meer zouden doen. En sommige dingen moet u gewoon vergeten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kan ik u sterk aanraden. En kent u dat dan zo makkelijk? Ja. Moet. En de kippenjacht ook? De kippenjacht. 6 september 1948. Dat bent u dus niet vergeten? Natuurlijk niet. Maar het leven gaat verder. Voor ons, ja. Maar niet voor de slachtoffers, hoor. Echt. Probeer het te vergeten. Vergeten? Dat heb ik 40 jaar geprobeerd! Maar het is me niet meer gelukt. U moet het proberen. Ten slotte was het de verantwoordelijkheid van uw superieuren. Meneer Tolhuis, andere keer praten we verder. Ja? U transpireert nogal, meneer Zwartjes. Zo misselijk als een kat. Dan moet ik dokter Vermeer waarschuwen. Nou, wel nee, meid, maak je niet druk. Onkruid vergaat niet. Doe het zomaar. Lees maar liever eerst nog wat voor. Oké. We hebben hem bijna uit, hè? Ja. Het is de vierde keer dat ik het lees. Nou, voor mij de eerste keer. Ben jij het werkelijk, André? Vroeg Openhoff, nauwelijks hoorbaar van opwinding. Zoals een man spreekt die na lange scheiding zijn geliefde terugziet. Nog even, Ingrid. Ja. Wil jij een notaris voor me bellen? Zijn telefoonnummer staat in mijn adresseboekje. Ja, dat zal ik doen. Moet hij hier komen? Ja. Goed. Openhoff sloot hem in zijn armen en drukte hem vast tegen zijn lichaam. Ach, verzuchtte hij als enig antwoord. En dat ach sprak hij... Weet je waarom? U luistert niet. Zal ik een andere keer verder lezen? Nog één ding. Heb jij nog nagedacht over een goed doel? Ik weet het wel alleen, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Vertel me. Er zijn plannen voor een verblijfhuis naast het ziekenhuis. Daar kunnen ouders van zieke kinderen overnachten als een kind in het ziekenhuis ligt. Speciaal voor ouders die ver weg wonen. Is daar geen geld voor? Nee, het plan bestaat al heel lang, maar niemand wil het financieren. De overheid ook niet? Nee. Oh, ja. En dat lijkt jou nuttig? Ja, lijkt me heel nuttig. Ik zal erover nadenken. Goed. Ach, verzuchtte hij als enig antwoord. En dat ach sprak hij uit alle droefheid en vreugde die lang in zijn hart verborgen waren geweest. En waarover hij nooit, misschien zelfs sinds zijn afscheid niet, tegen iemand een woord had gerept. Hé, hey, wat is dat? U had toch beloofd voorlopig niet aan werk te denken? Het zijn de beursberichten maar. Mijn dagelijkse portie ontspanning. Oh ja, speculeert u? Ja, nou en of. Nou, zo ontspannend is dat toch niet? Jawel, het is een spel. En als je het goed speelt, dan is het een heel lucratief spel. En levert het u iets op? Nou en of. Kijk, en als je miljonair wil worden, dan moet je durven spelen met geld. Nou, toevallig ben ik ook net begonnen met oriënteren in de richting. Ja, daar vind je wel een type voor. Dankjewel. Alleen, ik weet er niet zoveel vanaf. Nou, is toch niet zo erg moeilijk, hoor. In welke hoek liggen volgens u de kansen op dit moment? Is dat een verzoek om advies? Ja. Ja, dat doe ik niet graag. Want als het misgaat, dan kijk je er mee op aan. Oh, en als ik u nou beloof dat niet te doen? Nou, vooruit. Dat is de bedoeling. Ik wil eigenlijk in een korte tijd veel geld vinden. Wie wil dat niet? Nou, ik geef toe, het klinkt nogal simpel, maar... Snelle winst maken betekent risico nemen. Ik ben bereid het risico te nemen. Nou, in dat geval zou ik het maar in commodities zoeken. Een commodity? Wat is dat? Commodity, dat is een van de belangrijkste exportproducten van een land. Neem nou bijvoorbeeld cacao in West-Afrika. Cacao? Zit daar muziek in? Mogelijk. En hoe moet ik dat dan? Dat zoek je zelf maar uit. Ja, natuurlijk. Nou, mevrouw Kallekhoven, vriendelijk bedankt voor de tip. Graag gedaan, dokter Koning. Dokter Koning? Ja? Kwam u niet informeren naar de gezondheidstoestand van uw patiënt? Oh, ja, natuurlijk. Sorry. Hoe gaat het nu met u? Uitstekend, dokter. Dank u wel. Mag ik nu weer naar huis? Nou. Waarom moet jij dat nou doen? Sorry, pa. Personeelsgebrek. Zal het met mij moeten doen. Die bloeddruk helemaal niet omlaag.
Dan niet. Zeg, ik zag dat Albert, onze directeur, bij je was. Waarom was dat? Zomaar. Zijn we weer spraakzaam. Wat heb je nou, pa? Een maagbloeding. Ja. En je maakt je veel te druk en je praat nooit ergens over. Ik heb niets meer tegen jou te zeggen sinds je dit waswijf en werk bent gaan doen in plaats dat je mijn ijzerwinkel overneemt. Ja, beginnen we daar nou weer over? Je weet al jaren dat ik dat niet wil. Zal ik jou eens wat vertellen, pa? Hoeft niet! Laat me uitpraten! Jij hebt mij een keiharde opvoeding gegeven, hè? En je hebt me proberen te drillen als een soldaat. En als ik maar iets fout deed, kon ik in de hoek staan urenlang in de houding. Ik probeer voor jou nog een fan van te maken, maar dat is niet gelukt. Dat is je prima gelukt, want nu weet ik nog van hoe ik niet wilde worden. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Hm? Ja, dat weten we. Ja, en dat kan jij niet accepteren. Dat is niet waar, Guus. Jij kan niet accepteren dat ik een flikker ben. Dat is niet het enige. Je kan jezelf niet eens accepteren, anders lag je niet met een maagbloeding. Heb je al eens eerder in zo'n ding gereden? Ja, dit is toch een auto, hè? Nou, hij rijdt wel heel lekker, hoor. Voor een auto. Zeg, jij bent toch goede maatjes met mijn oom Jacob? Ja. Kan jij niet nog eens een keertje met hem praten over dat kindsdeel van mij? Sanne, daar zouden we het niet meer over hebben. Ja, luister nou, dat geld komt mij toe en of ik het nou krijg of later, dat maakt toch helemaal niks uit? Wie zegt dat je het ooit krijgt? Dat is toch logisch? Je hebt het alleen maar nodig voor de autoracerij. Wat denk je dat dit allemaal kost? Jouw zou ik maar zo'n goedkope hobby nemen. Hé, ik moet terug naar het ziekenhuis. Hallo. Is er iets? Ik ben het er nooit mee eens geweest zoals hij jou behandelde. Maar hij dacht dat het de beste manier was. Jouw vader hecht erg aan traditie. Wat heeft dat er nou mee te maken? Alles. Hij is zelf ook zo opgevoed. Streng. Hard. Oh. Dokter van der Voort, het is mijn moeder. Dag, dokter. Hoe maakt u het? Dank u. Gaat u zitten, mevrouw. Mevrouw Tolhuis. Oh, dokter, een kopje koffie? Graag, ja. Dank je. Ik heb een gesprek gehad met uw man. En er zijn nogal wat vragen bij mij opgekomen. Ik kan het me voorstellen. Die klachten die zijn begonnen toen die reis naar Indonesië niet doorging. Waarom was dat? Weet ik niet. Alles was al betaald en opeens wilde hij niet meer. Volgens een collega van mij ligt uw man nogal overhoop met zijn knilverleden. Hebt u daar ooit iets van gemerkt? Nee. Alleen toen die nachtmerries begonnen. Praat hij nooit over die tijd? Nee. Mevrouw Tolhuis. Als u wilt, dan kunt u eens praten met meneer Alberts, onze directeur. Hij kent uw man uit die tijd. Oh ja? Mm-hmm. Dat zou ik graag doen. Hé, hey, Selma. Kom erbij zitten. Dank je. Zeg maar, je hebt dus een mooie belegging op het oog. Ja. En kom je eraan? Van een patiënt, mevrouw Kallekhoven. Heeft u er verstand van? Verstand? Zij is een miljonair mee geworden. Maar daar hebben jullie het eigenlijk over? Over hoe je met geld geld kan maken. Ja, maar waar haal je het eigenlijk vandaan? Mijn ex-vrouw leent me 30 miljoen. Zo? Nou, dat is wel het minste wat ze voor me kan doen. Nou, dat zou er maar voorzichtig mee zijn. Wie niet waagt, wie niet wint. Daar zou je ook eens aan moeten denken, Simon. Heb je Selma die folder al laten zien? Welke folder? Oh. Simon gaat een nieuw zeiljacht kopen. Is het deze? Ja. Hou je van zeilen? Ja, maar ik kan het niet. Nou, dan zal Simon het je wel leren. Natuurlijk, als jij zin hebt om een keer mee te gaan. Ja, leuk. Afgesproken. Mag jij niet mee? Hey, ja, Erik, ga je ook mee? Ik heb het te druk met speculeren. Hoeveel zakken moet je nog?
Oh, Reinie, kind. Ik mag toch wel Reinie zeggen, hè? Ja. Wil je me naar een andere kamer over plaatsen? Ik hou het daar niet uit. Ik ga van mijn nek van die man. De hele dag zit hij te vreten. Ik ben bang dat hij nog eens een keer aan mij begint. Oh, is het echt zo erg? Ik ben er bijna ziek van geworden, Reinie. En dat kan ik echt niet hebben, ziek in een ziekenhuis. Nee, dat kunnen we niet hebben. Wij zien u liever beter. Nou, dan moet ik wel weg, hoor. Wil je dat ik je omkoop? Ik heb er 50 gulden voor over, dat is voor mij een heel kapitaal. 50 gulden? Ik zal zien wat ik kan doen voor 50 gulden. Nou, maar misschien 100 gulden. 100 gulden? Ja? Ja? Nou, had het natuurlijk meteen over het geld. Het is een kindsdeel. Ja, heeft hij daar nou eigenlijk recht op of niet? Ja, natuurlijk. Dat is een buitenechtelijk kind van mijn overleden broer Leen. Nou, waarom wilt u het hem dan niet geven? Waarom zou ik? Ik heb dat jongen geen jaar gezien. Alleen als hij geld nodig heeft, duikt hij ineens weer op. Ja. Het deugt natuurlijk ook niet echt, hè? Maar goed, het is en blijft uw neef. Ja, dat is alleen maar voor die stomme auto's. Ja. Maar dat is zijn lust in zijn leven. Zijn enige droom is om nog eens een keer zijn auto te bezitten. Wat zou u nou doen? Ik heb zo weer gedroomd in mijn leven. Niets is ervan terechtgekomen. Nou, dan is het misschien wel heel leuk als u de droom van uw neef kan laten uitkomen. Ben je toch een lieve meid? Jij mag die jongen wel, hè? Nou, ik vind het best aardig. Ik hou ook niet zo van dat gedoe met die auto's. Maar goed, er kan iemand nog wel aardig zijn. Goed, jij wint. Laat hem nog maar eens komen. Ik zal het hem zeggen. Maar ik beloof niks, hoor. Waarom verwijt jij mij dat nu? Jij was er toch zelf ook bij? Omdat je nu eindelijk zou moeten beseffen dat Guus door jouw manier van opvoeden zich van jou heeft afgekeerd. Waarom heb je dat niet gezegd toen hij klein was, meneer? Dat zou jij toen toch niet begrepen hebben. Zeg, ik hoor dat je de directeur van het ziekenhuis nog uit Indië kent. Ken. Ooit wel eens gezien, ja. Hebben jullie al met elkaar gepraat? Even. Waar hebben jullie het over gehad? Dat begrijpt toch niemand. Als jij het blijft vertikken ook maar iets los te laten, dan zal niemand het ooit begrijpen. Het spijt me, Maria, maar ik kan er niet over praten. En toch moet jij het proberen, Henri. Anders verliezen wij elkaar. Ik zal er mijn best voor doen, Maria. Als wij zelfs niet eens meer met elkaar kunnen praten. Dankjewel. Het is gewoon een onmogelijke man. Wat heb je dan tegen hem gezegd? Niks bijzonders, alleen wat gekletst. Waarom kregen jullie dan ruzie? Toen het over die erfenis ging natuurlijk. Nou, misschien had je het daar ook niet over moeten hebben. Maar waarom niet? Nou, omdat je hem de tijd moet geven jou beter te leren kennen. Dat jullie helemaal niet. Hij heeft me alleen maar uitgenodigd om het te kunnen treiteren. Het is gewoon een sinaasappel. Is dat zo onbegrijpelijk in zijn situatie? Nee, natuurlijk niet. Maar hij schept er gewoon genoeg in om het te kunnen zieken. Weet je wat hij zei? Ja, ook nog zo mooi. Hij zei me dat hij zijn geld nog liever zou willen geven aan een verpleegster. Ja, daar bedoelt hij wat anders mee. Hij heeft mij gevraagd of ik niet een goed doel wist om het geld aan te schenken. Oh. Jij zit ertussen. Helemaal niet. Nou wordt hij mooi, zeg. En jij hebt jezelf zeker als dat goede doel opgegeven. Zeg, doe normaal. Slim hoor. Heel slim. Zo. Ik heb de bank opdracht gegeven te kopen. Cacao. Ja. Gewoon wat leuks. Dat heb ik nou nog nooit aan gedacht. Ja, volgens mevrouw Kallenhoven zitten daar nou de snelle winsten. Nou, ik hoop dat ze gelijk heeft. Zeg, wat ga je eigenlijk met het geld doen? Schulden afbetalen en een huis kopen. Nou, dan mag je wel een paar flinke klappers maken. Nou, dat ben ik ook van plan. Makkelijk zat. Hé, hey, dat met Selma ging ook makkelijk zat, hè? Oh, ja. En nou, even toon zetten. Val je op de? Ach, nou ja, het vallen. Ik vind het gewoon een leuke vrouw. Dus die wil jij wel leren zeilen? Ja, nou, zo kan die wel weer, Erik. Nou, ze zei toch ja, hè? Ja. Ja. Dan wens ik je een goede vaart, schipper. Oh, God, Erik, alsjeblieft. Mevrouw, denkt u echt dat het te maken heeft met Indië? Er moet daar vroeger iets gebeurd zijn waar u mee zit. Hm. Weet u niet wat dat zou kunnen zijn? Ik weet dat uw man als soldaat in de buurt van onze plantage was gelegerd in Surabaya. Gelegerd? In Surabaya? Ja. Wist u dat niet? Nee. Mij heeft u verteld dat u bij de administratieve dienst in Batavia gewerkt heeft. Dat kan natuurlijk ook waar zijn. En wat deed dat leger daar bij die plantage? Wel, ze beschermden ons tegen het rampokken van de koelies. En tegen de TNI, nationalisten. En was dat dan zo erg dat mijn man daar nu nog nachtmerries van kan hebben? Ja, mevrouw, dat weet ik natuurlijk ook niet. Er moet iets gebeurd zijn.
Kunt u proberen daar met mijn man over te praten? Dat heb ik al geprobeerd, mevrouw. Nog één keer, alstublieft. Goed. Ik zal het nog één keer proberen. Oh. Dank u wel, dokter. Dank u wel, mevrouw. Sommige dingen kun je maar beter heel diep begraven. Heb jij alles verteld wat je weet? Nee. Als Amélie het zijn vrouw niet wil vertellen, voel ik me niet geroepen dat in zijn plaats te doen. Dus jij weet waar Amélie mee zit? Ja. Militaire excessen onder Nederlands gezag. Je zou hem toch in de gaten houden? Is ook gebeurd. Nou, niet goed genoeg kennelijk. Er was een uur geleden nog niets aan hem te zien. Een goede arts weet dat hij ook bedacht moet zijn op een warme shock. Dat is niet eerlijk dat je dat Daniel verwijt, Erik. Het zou jou ook overkomen zijn. Ik heb Daniel meteen gewaarschuwd toen de bloeddruk ging zakken. Hoe is hij nu? 60 om 45 en hij zakt steeds verder. En geen urineproductie meer. En wat betekent dat? Dat de nieren onherstelbaar beschadigd kunnen worden. Hij moet meteen naar de intensive care. Kom, ik help je wel even. Waarom heb je haar verteld dat ik bij de infanterie zat? Je kunt toch niet je hele leven blijven doorgaan met die man? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Dat een man van jouw leeftijd zoiets nog moet doen. Jij hebt je eigen volk niet verraden. Je hebt toch alleen maar je plicht gedaan? Ja, voor jullie, Belandas. Dan kan ik er wat aan doen dat ik daar geboren ben. Kan ik er wat aan doen dat ik daar moet de dienst moet nemen? Ja, en waarom voel je dan zo schuldig? Ik heb mensen van mijn eigen volk vermoord. En dat begrijp jij niet, hè? Nou, zeg eens even. Ik probeer je alleen maar te helpen, ja? Help. En hoe verwerk jij zelf wat er gebeurd is? Jij was er toch zelf ook bij? Maar ik hoor jou alleen maar praten over die prachttijd. Dat is ook maar een manier om erover te praten. Ik verberg mijn gevoelens, Twan. Maar jij overschreeuwt ze. Ja. Ja, misschien. Ik wil er niet meer aan denken. Aan de executies met de kippenjacht ook niet, Twan. Nee. Dat is het afschuwelijkste wat ik ooit heb meegemaakt, Twan Ampongé. Ik ook, Amri. Ik ook. Ik dacht dat te kunnen verwerken door terug te gaan, maar ik durfde niet. Je moet er doorheen, Amri. Ja, ik weet het. Vertel het je vrouw en je zoon. Als je ze blijft buitensluiten, verlies je ze. Had ik moeten kloppen? Het is geen kleedkamer. Heb jij de status van meneer Spijkerman? Die moet hier liggen. Ja. Ik wil het nog even bekijken, want ik weet niet of we op het goede spoor zitten. Je hebt je draai hier wel gevonden. Ja, ik heb het hier best naar mijn zin. Die meneer Spijkerman vroeg me of het in orde was dat hij homeopathische middelen gebruikt. Wat heb je gezegd? Dat ik het na zou kijken, want ik vond het een beetje gênant om toe te geven dat ik er weinig van af weet. Wat vroeg hij? Of je een middel mocht gebruiken waar ik nog nooit van gehoord heb. Hij vroeg of je iets kon krijgen na de bestraling. En dan schijnt het weefsel sneller te herstellen. Nou, wat dan? Of sla je me dood, ik weet het niet. En of je iets mocht hebben tegen misselijkheid. Ik heb maar een interessant gezicht getrokken. Nou, er wordt in een opleiding ook helemaal niet in homeopathie gedaan. Ja. Ik ga morgenavond naar een voorlichtingsavond over alternatieve therapieën in Amsterdam. Heb jij zin om mee te gaan? Ja, graag. Kan ik dan met je meerijden? Nee, ik heb geen auto meer. Nou, dan kunnen we toch met de trein gaan. Oh, ja, oké. Okay. Afgesproken. Morgen 7 uur in de hal. Goed. Dan wacht ik op je. Tot morgen. Tot morgen. Goeie wacht, hè? Ja, dank je. Daar. Je bent niet laat. Ja, joh. Over 11:30. Ja, joh. Maar hier heb ik een lekker bakje koffie. Suiker en melk. Ik ga. Pas aan! Ik ben het. Wat is er dan, vader? Nachtmerrie. Wat voor nachtmerrie? Het is de geest van die jongen. Die laat me niet meer met rust.
Welke jongen? Waar heb je het nou over? Ik verdien het niet om te leven, Guus. Waarom zeg je dat? Maar waarvoor? Ik ben blij dat je gekomen bent, Guus. Wat heb je dan gedroomd? Je bent helemaal bezweet. Een beetje, hè? Ja, dank je, Guus. Kan je zo slapen? Hè? Kijk nou, die zon er helemaal uitgetrokken. Nou, dat komt wel. Blijf even bij me, Guus. Als je dat wilt. Maar een paar uurtjes gaan zeilen, hè? Maar waar eten we dan? Daarna. In het restaurant van de jachthaven. Het lijkt me veel leuker om hier aan boord te koken. Oké, we gaan zo boodschappen doen. Zeg, zet jij die vlag even? Ja? Moeten we het zeilen niet krijgen? Huh? Nee, dit soort schepen dat vaart op de motor de haven uit. En die tuig je pas op als je op het water bent. Iets drinken. Lekker. Ik heb gekoelde witte wijn. Heerlijk. Luxe sportje dat zeilen. Wijntje en zo. Moet je eigenlijk nog iets doen behalve sturen? Wacht jij maar. Omdat je met windkracht 5 buitengaats bent. Dan is het keihard werken. Dan heb je geen droge draad meer in je lijf. Dat lijkt me leuk. Daar kun je me altijd voor vragen. Nou, dat heb ik wel eens anders meegemaakt met een vriendin die voor de eerste keer meeging. Midden op het IJsselmeer. In een storm. Ze gilde dat ze terug wilde naar de festival. Zo win ik niet. Nee, jij lijkt me ook meer het sportieve type. Of een zeilavontuur, Simon. Ik kom steeds weer terug. Wat? Dezelfde nacht, Mary. 2 mannen op de vlucht. Wie waren het dan? Ik schoot op ze. Waarom? Ze wilde brand stichten bij de plantage. En toen heb jij op ze geschoten? De volgende dag. Waarom? Het was die nacht in september 1948. 2 brandstichters waren gearresteerd bij de plantage. En toen? De volgende dag zouden we de kippenjacht houden. Dan lieten we ze los en dan schoten we op ze. Jij ook? Van achteren, in hun rug. Dat moest van de commandant en ik deed mee. De commandant riep dat ik moest schieten. En ik, lafaard, ik deed het. Waren ze dood? 2 jongens waren het, van nog geen 20. De ene draaide zich om, stak zijn handen omhoog en kwam op me af. Kijk maar. Basan! Schiet, riep de commandant. En ik schoot. En vannacht zag ik dat gezicht weer voor me, Maria. Wat had je anders kunnen doen? Weigeren. Het was moeder geweest. Het was een bevel. Dat is geen excuus. Ik heb 2 mensen doodgeschoten. Ik heb 2 mensen doodgeschoten. Ik ben een moordenaar. Ik ben een moordenaar. Ik
Hallo, Ingrid. Hi. U had naar me gevraagd? Ja, Ingrid. Ik wilde je bedanken voor al je lieve zorgen. Dat hoeft u niet te doen. Doe het graag. Ik heb met de notaris gesproken. Oh, fijn dat het gelukt is. Nee, maar luister, ik heb mijn testament gewijzigd. Dat huis van jou. Dat verblijfhuis. Ja. Jij moet zorgen dat het er komt en dan moet het mijn naam krijgen. Ja, dat zou ik leuk vinden. Ja, jij moet daarvoor zorgen, Ingrid. Jij moet dat regelen. Maar ik weet niet of ik dat wel kan. De notaris helpt je wel. Dan maak er maar een soort stichting van of zoiets. Ja, maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel... Lieve meid, jij krijgt al mijn geld. Als ik dood ben, dan hoor je het wel van de notaris. Guus, die dingen die ik over je werk heb gezegd... en die harde opvoeding die ik je heb gegeven... ik besef nu dat ik het menselijke uit je probeer te slaan. Ja. Ik heb geprobeerd mijn eigen gevoelens over het verleden te vergeten. Het is goed dat je het nu verteld hebt. Wil je me vergeven, Guus? Ja. Maria, kom eens even bij me. Ik ben zo blij dat je het ons verteld hebt, Anne-Marie. Weet je wat we gaan doen als ik uit het ziekenhuis kom, Maria? Wat dan? Dan gaan we samen naar Java. Nou, het zit me toch dwars. Wat? Nou, dat weet je best. Ik wou naar de film, in de stad eten. Ja, zo is het toch ook fijn? Ja. Ik zie ons alweer zitten met z'n tweetjes op de bank. Het is mijn verjaardag. Mag ik in het vervolg alsjeblieft zelf uitmaken wat ik doe op mijn verjaardag? Volgend jaar, nu blijven we samen lekker thuis. Maar ik ben helemaal niet in een romantische stemming. Dat komt nog wel. Zo, dit is eerste klas. Dat is iets wat rustiger. Wil jij vooruit of achteruit zitten? Vooruit. Ik vond het een prima lezing. Goed dat je bent uitgenodigd. Graag gedaan. Heb jij geen zin om samen met mij die cursus homeopathie te gaan doen? Ik moet er even over nadenken. Ik vind 2 mil veel geld voor die cursus. Hoop je het er niet voor over? Nee, dat is het niet. Ik heb het op het moment gewoon niet. Ik wil het je wel voorschieten. Nee, joh. Ik kan het je voorlopig niet terugbetalen. Nou, dat geeft niet. Ik mag dan internist zijn, maar financieel merk ik daar nog maar weinig van. En ik heb nog wat oude schulden die ik eerst moet afbetalen. Je bent toch aangenomen als patiëntenmedewerker eerste klas? Ja, en daar word je niet rijk van. Ik zou het je pas over een half jaar kunnen terugbetalen. Laten we het maar niet doen. Ach, dat maakt mij niet uit. Het is een hele belangrijke bijscholing voor je. Ik wil morgen op voor de inschrijving. Afgesproken? Volgens mij wil jij niet al die avonden alleen naar Amsterdam. Het lijkt me gewoon leuk om dat samen met jou te doen. Mij ook. Ik zat te balen, joh. Ik zat echt helemaal niet zitten de hele avond met Dick alleen op de bank op mijn verjaardag. Je had trouwens je gezicht moeten zien toen ik binnenkwam. Ja, wiens idee was het eigenlijk? Mm-hmm. Ja, Dick natuurlijk. Ah, nou je bent toch wel lief. Toch wel. Mag blijven. Jij mag blijven. Hey. Dit is voor jou van ons allemaal. Hey, oh, wat zwaar. Ja, er zit veel in, hè? Oh, wat veel in. Ben je wel goed, zenuwachtig van, hè? Ja. Cadeautjes uit. Oh! Oké. Dankjewel. Dat is Simon. Ja, oké. Heb jij je kans gegrepen? Waar heb je het in vredesnaam over? Ja. Met zomaar natuurlijk. Ja, je gaat me toch niet vertellen dat je die door de vingers hebt laten gaan? Erik. Ik begin steeds beter te begrijpen hoe Melinda van jou gescheiden is.
Een hecht clubje jullie zo bij elkaar. Dank je. Ja, we zijn soms net een familie. Dat Reinie de moeder is, dat weet ik, maar wie is de vader? Ze staat net op. Mag ik even jullie aandacht? Men zegt altijd dat je op het hoogtepunt van de gezelligheid weg moet gaan. En daarom... Ga je nu al weg? Nee, hier blijf ik nog graag uren. Maar omdat we nu toch allemaal bij elkaar zijn, wil ik jullie vertellen dat ik Medisch Centrum West weer ga verlaten. Jullie hebben mij allemaal geweldig opgevangen na de dood van Merel. En daar zal ik mijn hele leven echt dankbaar voor blijven. Maar jullie moeten dit niet opvatten als een treurig bericht. Het is juist een reden om dat feestje van Reinie nou eens extra te vieren. Ga je naar Portugal terug? Ja. Nou, mag ik dan ook wat zeggen? Ja. En ik denk dat ik namens ons allemaal spreek. Wij wensen jou nog een hele fijne tijd toe in Portugal. En we zullen je weer missen. Dank je, Reinie. Gezondheid. Proost. Ja, proost. Proost. Maar nu cheers. Ga je nog niet weg, hè? Nee. Dank je wel. Op jullie gezondheid. Hoi. En, was het leuk gisteravond? Ja, ik heb een houten kop, zeg. Nou, daar hoef jij niet zoveel voor te drinken, hoor, want die heb je normaal ook al. Zeg, pas je een beetje op je woorden, ja? Waarom ligt mijn oom op intensive care? Er zijn enige complicaties opgetreden. Gaat hij dood? Dat zou inderdaad kunnen, ja. Ja, maar hoe kan dat nou? Gisteren was er nog helemaal niks aan de hand. Dergelijke patiënten hebben een verminderde weerstand, meneer Hettinga. Wat deed die notaris hier trouwens? Je kwam op verzoek van je oom om zijn testament te regelen. Ach, en wat staat daarin? Zeker dat jij al zijn geld krijgt. Oh, ik heb het al door. Een mooi stelletje aasgieren, zijn jullie ze. Waar heeft u het over? Vraag dat maar aan die verpleegster hier. Jullie zijn me verdomme een mooi stelletje bij elkaar. Wat bedoelt meneer? Het is wel heel toevallig dat er net een verkeerde diagnose wordt gesteld op het moment dat mijn oom zijn geld gaat uitdelen. Jullie laten hem snel de pijp uitgaan en denken er dan met zijn geld vandoor te kunnen gaan. Nou, vergeet het maar. Mijn oom is volkomen ontoerekeningsvatbaar. Ik sleep jullie voor de tuchtraad.